Zeg, Wim. Er was hier van de week iemand die wilde lid worden. Staat de Arie-lijn gebeld. Het enige wat ze te horen gekregen. 6 juni mag je niet roeien. Arie, roei, Amstel roeiinformatie. Niks informatie. Zo krijg je echt geen nieuwe leden hoor. Weet je wie dat moet doen? Toets 1 om lid te worden. Toets 2 om op te zeggen. Toets 3, boot in de prak. Toets 4 als je iemand aan de lijn wil. Maar dat kan nog wel weken duren. Ja, het aantal leden daalt, maar het aantal uitvaarden stijgt. Zit er geen verdienmodelling in ons? Zie ik helemaal zitten. Dan zorg ik wel voor de gebruikelijke kleffe cake. Ja. Slabakkie erbij, komt helemaal goed. Nou Simon, daar heb je mooi gelijk in. Hè? Ja. Er valt zeker geld mee te verdienen. Kunnen we die koopvalboot voor gebruiken? Een mooie boot en is nog zelfloos, want ook hup, eruit. 3 en 10 bij Zonnevliet en de dode glijdt zo zijn zeemontgraf in. Maar dan moeten we wel stevige zwarte pakjes en een pakje hebben. Ja, dat zie ik helemaal zitten met de tekst op de Amstel. Het einde! Pakjes? Maar hoe kom ik dan aan zo'n pakje? Ja, dat is een goed. Ik ben al maanden bezig om zo'n leuk Amsterdam pakje te machtigen. Eentje met van die rode, met die rode, met die leuke drie kruisen erop. Nou, dan had je even moeten komen passen, hè? Dan had je het zo kunnen bestellen. Wat dacht je zelf? Op zondagochtend, als er een roeiverbod is, ik wil lekker in bed blijven liggen. En de Mira's volgens mij ook. Is dat zo? Zie je mij trouwens alleen zo'n pakje in het bed zitten? Geloof je het zelf? Ja. Ik denk niet dat jouw maat gemaakt wordt, Molle. Holle? Ja. Ho, ho, ho. Ik heb alleen een holle rug, hoor. Ja, ja. Ja. Maar Zwart, dat kleedt wel mooi af. Dan kunnen wij even onze clubkleuren aanpassen. Niemand is toch meer gehecht aan dat witte, rare diagonaaltje. Wie draagt het nou nog? Nou, hier nog iemand. Even heel wat anders. Wat vonden jullie van het jubileum? Nou, leuk feest. Lekker gedanst. Ja, ontzettend leuk gedanst. En dan is ontzettend spectaculaire botendoop. Klap, klap, klap. Met de uitvaring. Mooi vertoond hier. Hoe kwam het nou eigenlijk? Nou, wat verwacht je nou als een boot te omvallen moet hebben? Ja, dat valt niet op, dat is duidelijk. Ja, maar hoe kwam dat nou eigenlijk? Nou, volgens mij is het allemaal in scène gezet. Ontzettend leuk voor de aanwezigen en het publiek. Gewoon fake news. Ja, en zo weet je eindelijk een contactsport. Ja, dat snap ik dan wel. Dat is die Barbiersburg behoorlijk fataal geworden. Ja, die zou ik nog wel gaan leren voor de novembervieren. Nou, maar eigenlijk mag je ook wel een oefening kleden hoor. En die aanvaring ook weer. Oh, ook weer door een vrouw natuurlijk. Hè? Met stuurvaardigheid. Je bent kennelijk automatisch afgestuurd als je 3 keer op de ergometer hebt gezeten tegenwoordig. Rob Smit staat nog onderaan zijn graf. Ja, Indy heeft helemaal gelijk. Het heeft allemaal helemaal niets met vrouwen te maken. Pardon? Je weet toch wel hoe goed onze dames gepresteerd hebben, hè? Iris goud in de 8 op de WK onder 23 in Amerika. En Roos en Pina en Rosalie zilver en goud op de koep in Italië. Ja, en Alette Frans in de dubbel 2 in Italië. Allemaal gecoacht door Wim. Zelfs niet wist dat, stond echt in de nieuwsbrief voor, die lees ik uit. Ja, nou ja, goed, over de novembervieren gesproken heb ik nog wel even een puntje hier zo. Weten jullie net bij elkaar hier dat de 12, 14 meisjes sneller waren dan alle veteranen vrouwen op dans hier? 12, 14 tegen allemaal oude vrouwen, ja, en hebben we nog gewoon wel. Onvoorstelbaar gewoon. En weet je wat nog? Zonder is aan de zee, Pim. Ja, dat. Nou, dat is in een boomzaak waar niemand van de Amstel in te knuppelen is. Zo. Ja, dat is dat. Nou ja. Hé hey, jongens, het zijn gewoon gouden tijden voor de Amstel. Ja, we mogen best trots op zijn. Nou ja, niks gouden tijden.
Zelfs de Gouden Eeuw mag niet meer genoemd worden door onze... Dat heb ik gelezen, ja. Dat was in toelaat van het Amsterdam Museum. Die heeft geen enkel historisch besef. Ja, ja. Nou ja, jongens, het komt mij wel goed uit hoor. Dan kunnen we al die gouden insignes lekker omsmelten. En die gouden plak van Jan Wienerse, dat zou die wel niet waard zijn. Nou, die is pijnlijk ook versmolten eigenlijk. Maar zelf ging wat dat betreft. Ja. Maar die plak van Jan Wienerse is niks waard. Het is een vet leren medaille. Een paar cijfers hoog uit. Okay. Sterker nog, volgens mij kunnen we de inhoud van die hele prijsklas gewoon op marktplaats zetten. Wat stelt dat nou voor? Moet je ze op neerhuis